mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik oftewel werd. En vandaag, hier is een video. Ik heb met Reune gisteren, dus maandag, het is vandaag dinsdag, gisteren een video, niet echt een video gemaakt. We waren gewoon de tweede heist aan het doen van de facility. Dus, pak even de map. Van deze facility hier. We hebben die heist gedaan gisteren. Op zijn YouTube kanaal kan je een video vinden van wat hij heeft gedaan. En hier is dan de video. Ik was in de duikboot. Ja, hij was in de duikboot. En ik was aan het vliegen met die Avenger. Ik heb heel veel mensen uitgeschakeld. Dus ik ga hier even een clip laten zien. Gewoon van wat wij gisteren hebben gedaan bij dat ding. Dus kijk op zijn account. Even bommetjes werpen. Kijk op zijn account voor zijn video. En hier komt dan mijn video van de heist. Geniet ervan, zou ik zeggen. Ja, geniet. Yeah, yeah, yeah. Is dit de echte heist of wat? De bokdoor problem? Ja, dit is de tweede heist, denk ik. Ah, oké. Want we hebben de eerste nog gedaan. Welke was dat? Die bij de IAA, zo dat houten bordje daar. Ja. Was dat niet? Ja, ik weet niet meer. Wacht hè. Ja, dat is. Hoeveel je krijgt er fucking veel voor? 15% bam 142, jongen. Nee, ik ga op 40-60 doen. Is goed. Zolang ik maar minstens 20% krijg. Ja, kijk, dus ik heb 75, jij hebt 380. Dat is niet extreem veel. Fucking veel geld. Want 950.000 valt echt wel mee qua reward. Want die laatste daar kun je echt volgens mij echt gewoon 1,5 mil of zo krijgen. Maar is het goed dat jij air support zet of moet ik beter air support? Want ik ben natuurlijk wel best goed in vliegen. Maar ah ja, misschien dan wel wisselen, ja. Submarine, ey. Oké. Zo is goed, hè. Ready. Ik druk ook wel ready, zo. Ik sta nu op ready, normaal gezien. Wat moet ik doen? Use the stromberg to reach the submarine. Ah, hier al langs misschien. The... Oh, shit. Oh, dit zou echt dikke dingen, check me. Oh. Je ziet er wel echt cool uit. Ik zie daar echt zo down uit. Zo. Down. Ik heb een zakzak. Wat, een zakzak? Ja, dat is zo'n ding waar mijn zak bij te houden. Zakzak. BMX, Dunfa, Fagio, Akuchu, Yabzon, Kumona, Kuruma. Ik kan dat niet eens kiezen. Ik kon geen autootje kiezen. Wat een gay is dat? Check out cool! Oh, kijk hoe cool we zijn. Oh, fucking cool! En kijk mijn zakzak. Je ziet zo die twee lintjes zo, dat is zo mijn zakzak. Ja. Nee, dat is zo, als je zo in de lucht gaat, dan heb je zo zo'n speciale broek en dat... Als je weinig G hebt of veel G, dat weet ik niet precies, dan blaast dat op zodat je, ik weet niet. Dan blaast dat op. Ja, oké. Okay. Ik heb mijn Bati. Yeah, ik moet de Avenger gaan halen. Oeh, oké, ik doe Stromberg. Waarom heb ik ook dat hele vliegpak aan terwijl ik op mijn motor zit? Dat ziet er zo raar uit. Ook met mijn zakzak, die ik nu niet kan zien, want ik zit op een motor. Echt, ik ben zo rustig aan het draaien en nu krijg ik ineens de jeuk aan mijn voorhoofd. Ja, dat is kut. Puisten. Ja, ik heb gezien dat ik er eentje begin te krijgen, zo net onder mijn haar. Ja, ik heb dat ook. Ik heb daar ook echt kapot veel last van. Maar ik doe altijd zo'n spreetje zo op mijn voorhoofd en dan is het zo minder. Ah. En ik begin een snorretje te creëren.
Ik heb zo, Maar ik zo nog niet. Ik zit nog belangen in mijn puberteit of zo. Ik of heb mijn zo lichaam haartjes is. Aan het einde van mijn lipjes. Zo. Wow. Ik ga zo'n omgekeerde Hitler-snoer hebben. Zo. In de plaats van in het midden ga ik zo de buitenkant. Zo. Dan ga ik mijzelf omgekeerde Hitler noemen. Oh. Wat is dan? Hitler. Rilte, Rilte. Is dat gewoon Rilte? Ja, Rilte. Rilte Floda. Rilte Floda. Nee. Adolf Hitler, Rilte, Rilte Floda. Jezus, die Karuma, dat is ook op de ene manier echt een slecht idee om hier te komen. Want die heeft een dikke turbo. En ja, het is heel moeilijk om die te controleren. Dus. Ja, ik heb hier ook ooit de Phoenix bereden. Dat ding dat is hier echt niet te controleren. Ik heb hier ooit een keer een Puma gereden. Puma? Ja. Ah, Jesus Lester, hou je bakjes. Je weet wat we moeten doen. Aha, uiteindelijk is een bek. Hij heeft u gehoord. Oh, ik ga over de kop en ik doe echt 20.000 bellrolls. Als ik over de kop zou gaan, dan zou ik zeg maar dood zijn. Jee, no shit, Sherlock. 200 IQ. Ik ga deze man slagen. Waarom ben ik niet geslagen? Je drukt niet de juiste knoppen in. Poepo. Maar nee, ik kruisje en dan zo slagen, maar ik kan niet slagen. Oeh, dat zijn allemaal mijn melkjes. Ja, mogen we die neerknallen? Wacht op mij. Nee, nee, maar dat zijn ventjes, dat zijn onze ventjes. Dat zijn blauwe ventjes. Oeh, we hebben gewoon een bodyguard. We hebben gewoon ventjes. We hebben handlangers. Oeh, boem, zo cool. Kijk, even ook heel nog, jij hier zit. Kijk, ook gewoon ze heel normaal dat hier ineens zo'n die twee big ass dingen staan. Tuurlijk. Is dat overal? Check cool die dudes zijn. Check cool. Check cool. Ja. Go to Paletto Cove. Die Avenger is wel echt cool. Togo Vito Mode. Yeah boy. Kom aan, Vito Mode. Dankjewel. Dank hoor. Waarom een witte stroomberg? Dat is echt kut lelijk. Barrel rolls, barrel rolls. Dit ding is wel nice om barrel rolls mee te doen. Oké, Vito mode. Ben ik Vito mode in de submarine mode, biatch? Zijn weer de Russen, hè? Altijd. Vehicles, nee wacht, services, Avenger, engage autopilot. Oké. En wat moet ik dan doen? Oké. Hold that to enter the Avengers. Oh Jesus. Het ding gaat elke keer mega traag. Ik ga nu in de turrets van die ding. Oh, de ene manier ben ik wel dicht aan het gaan. Go to the submarine. Ah ja, ik zie hem op mijn taartje verschijnen. Cool. Cool, 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 cool. Ik zie hem nog sit niet. Down. Sit down, motherfucker. Bitch, à la set. Sit down, bird. Hij is verdwenen. Ah. Oké, welke ding is het? Oh, ik zie mijn schaduw. Oh, dit is de con ding. Oh, ik zie mezelf gewoon zo boorden of zo. I don't know what. Hey, ik parkeer daar ik gewoon even op. Eens. Ik ben binnen. Van u. Oké, switch. Oh, nu ben ik de bovenkant. Dat is niet chill. Welke ben ik nu? De neus zeker. Ja, op de buik. Oh, ik zie mensen. Oké, ik zie een Rus. Ik weet nog dat de enige is. Hey, ik zie u. Allee, op mijn map. Oeh, sniper, maat. Oh, hallo. Oeh, one nu shot. Nu al alarm? Wat? Ja, ik heb hier ook een paar agents.
Waar zijn die helikopters? Oh, daar helemaal in de verte. Verdomme. Waarom spannen er zoveel? Kan die toch niet allemaal aan? Ik hoop voor hen dat die niet achter me spannen, want ik ken die Russen. Je bent kapot. Je bent kapot. Waar zijn die fucking helikopters? Ik zie die wel op mijn mapje, maar ah, daar. Maar wie heeft toch dit kakscherm in deze helikopter gedaan? Oh, snipe. Oh. Snipe. Is dat nu een Rus die aan het praten is? Ja, dat is een Rus. Oh, Bogdan is not real name, it's real name. It's Bogdan. Hallo, ik ben Vladimir Bogdan. Maar wat moet ik niet doen? Ik moet gewoon al die toets neerkalen of wat? I think so. Dat was snipe. HP, man. Oh nee, ik haat dat bestel zoals. Objective complete, destroy 10 vehicles. Oh, hey. Oh, meneertje is een beetje pissig. Kom dan eens, Zekske. Oh, andere helikopter! Coolere helikopter! Oh, oké, okay, die kostte echt 5 schoten. Jesus, staat hier gewoon een guy in de keuken? In de keuken, die was lekker. Ik wil even armor aan doen of zo. Body armor. Ja, toch, buzzard! Oké. Tot nu toe gaat het bij mij goed. Ja, ze zijn hier nieuwe helikopters aan het inzetten en ik krijg die niet kapot. Die kosten echt 10 schoten om kapot te krijgen. Die buzzard, hij is echt one shot, one kill. Maar die nieuwe dingen, wat? Die nieuwe dingen, wat zijn het? Dat zijn zo'n wacht, hoe heet die helikopter? Oh, dat was een snipey shot. Zo die coole gevechtshelikopters, zo. De Acula. Savage. Savage, ja. Ja, dat zijn echt sterke dingen. Waarom kosten die zoveel schoten? Ga kapot! Normaal gezien 3 rockets, man. Volgens mij zijn deze een beetje sterker of zo. Ja, man, armor plus 200%. Oeh, hij is kapot. Waar ben ik hier? Maar dat kan nog echt wel. Dat is echt 6 schoten volgens mij. Voordat die kapot zijn. Of ik kan gewoon niet mikken. Of de hitbox van GTA is gewoon kapot. Dat kan ook. Oeh, slijpen. Daar is er weer een. Nee, godverdomme, kapot. Oh, uitgeschakeld. What the fuck is dat? Van waar kwamen die raketten ineens? Dat is hier serieus. I don't know what. Stek gaten in en kan er niet doorschieten. Dat is echt gewoon super unfair. Ik kan zo hoog niet schieten, maat. Sorry man, ik heb je eerst dood. Oké, okay, easy on. Vol dood. Volgens mij is iedereen dood. Ja, hier niet echt. Hier zijn echt 4 helikopters de hele tijd op mij. Find the contact. Ja, maar daar, ik ben al overal gaan zoeken. Zoeken. Ik ben al overal gaan hier zoeken. Kan hier kan ik omhoog. Uh-oh. Waar blijven die helikopters vandaan komen, man? Nee, dit kan niet. Hier, kom, hier ben ik begonnen. Ja, je bent serieus overal geweest en find the contact, zegt dat dan. Ja, maar hier is geen contact. Iedereen is dood. Nee, val dood. Er zijn kapot veel en ik kan niet mikken, want het is te traag. Ga dood. Ga jij ook dood. Moet jij nog iets doen of zo? Ja, ik moet echt 20.000 helikopters kapot maken.
Die kan Nee, ik kan die helikopter niet zien. Oké, okay, Google. Ik zei, ik kan die helikopter niet zien en Google zo, wat? Huh? What the problem? Oké, okay, ik ben maar al hierover. Ik moet snipen, want ik ben echt bijna... Oké, okay, nee, ik ben niet bijna kapot. Ik heb maar 2 HP verloren of zo. Oeh, snipey. Oké, okay, ik ben hier nu overal geweest. Ik kan het hier... ik kan hier nu blijkbaar... Oh, daar is nog iemand. Probeer het zo ja, snel ik heb mogelijk de contact te doen. Ja. Eindelijk. Hoe. Kijk. Beter deze guy stoppen hier met spawnen, want de hele tijd 4 op mij. De hele tijd 4. En ik probeer die te snijden. Ik moet nu informatie van hem krijgen. Trek zijn tanden eruit. Nee, val dood mensen, val dood mensen, val dood mensen. Oké, ik moet even... Oké, ik moet naar de dingen zo gaan. This is the big mistakes. This is the big mistake, like crap in pins. Dichtbij. Goed, ik moet naar de dingen. Ik stop word niet boos. Stop met bewegen. Oké. Wat moet ik hier doen? Take a photo of the Intel table. Oké. Okay. Doe alsjeblieft snel. Zo. Maar ik weet gewoon dat deze Avenger gewoon niet kapot kan, maar die blijven maar komen. Ah, ziezo. Ik heb USB erin gestoken. Wat de fuck is die guy allemaal aan het zeggen? Die boogdown. Ah, kijk, ze met mij mee. Nee, maar ik hoor die over de telefoon. Ah. Ga weg, meneer. Zo hoog zitten kampen. Waar komt dat vandaan? Ah, daar. Ah, sigaret. Het is gewoon een sigaret, jongens. Sowieso. Stop. Ho. Die stuurt me echt 32 raketten op mij. Bij, jij zet Rus. Ik vertrouw je niet. Ik vertrouw elke Rus. Ik en niet. Ze zeiden dat ik ze niet mag vertrouwen. Nee, hij is een ijzer. Wat de fuck zit ik allemaal aan het zeggen, man? Zwijg gewoon. Dat kan ik niet doen. Niet een clip. Go fuck yourself, losers. Zei die dan nu net? Yes, losers. Me and my dad. Het gaat kapot gaan, de submarine. 30 seconds, hoe kom ik hier ooit af? Oh, kapot. Oké, gelukkig moet ik dat niet doen, want anders was ik meteen de weg kwijt. Wait, who are these guys?
Oké, dat lukt u daar wel, denk ik. Ja. Waar lukt dat daar? Ja, daar komen geen helikopters meer, denk ik. Jee. Ik moet gewoon zwemmen. Blijkbaar zijn het Clifford en die andere guy die ons hebben aangevallen. Zoiets. Oh. Er was iets dat de Russen. Ah nee, de Russen die vielen Amerika niet aan, maar een of ander AI-netwerk of zo. Ah. Computernetwerk. Ik zie daar een heleboel voertuigen staan, man. Volgens mij is dat niet te vertrouwen. En Lester Outback, we hebben het onder controle. Nee, kom aan. Maar waarom kan ik hier niet vanaf? Waste. Ik wil van mijn turrets af, maar dat gaat voor een of andere reden niet. Hou eens, druk eens op rondje, dat gaat niet, hè? Ja, nee, ik ben er nu vanaf, maar allee, ik ben zo. Ik was op mijn stoeltje en ik ging. Oh, wacht, ja. Ik ben eindelijk aan land. Oké. Nu ga ik die dudes nu sniper, bro. Pien, ik heb gemist. Lekker bezig. Oké. Regroup with your team in the Avenger. Moment, ik kan het daar even clearen. Kontje. Oké, ik ga even zo. Jezus, ik pak superveel damage. Help, okay, help. Oké, even ga ergens wegzitten, want ik ben in mijn achterkant aan het gaan, dus ik ga die hier kapot maken. Thank you. Volgens mij is het toen dat we net daar gaan regroepen. Ah, maar ik wil toch even eerst mijn body armor full en ik moet terug naar de emanation voor full ammo terug. Niet hier landen, net wat dan land je half in het water. Stand up, oké. Okay, maar nee, ik ga nu even terug in mijn Avenger. Oké. Okay. Oh, we moeten naar LSIA, bruh. Ja, yep. En jij moet hier landen. Goed, ik sta klaar om op de piek te worden, bruh. Wacht, check hem goed doen. Disengage autopilot. Ja, oké. Oh, niet op mij landen, please. Hey, boy, rustig. Ja, verrastig, man, neem een jointje. Ja, ik doe het. We hebben team lives, remember? Kom aan. Oké. Maar nee, ik ben gewoon geland. Zo, oké, ja, nu dan doe werkt ik niks. Niet. Ik doe niks meer. Nee, maar ik kan niet door dat ik kopjes stond. Ik ga wel langs achter. Ik kan nog zit je erin? Hij is aan het laden. Moment. Ja, ik zit erin. Aha, en ik zie dat een goed idee was. Oh ja, er zijn mensen. Use the Avenger turret. Yes, please. Goed, hoe doe je dat? De switch doe camera? Doe je niet verkeerd. Oké, ik ben in VTOL mode, dus ik ben lekker snel aan het gaan. Oké. Steek die andere twee twaps zelfs in. Er is er ook een voor, maar daar ben ik al langs voor. Oké. Allemaal kapot. Dit was ook al echt een coole missie, vond ik. Dat vond Want ik zo, ze respawnden niet.
dat vond ik echt wel belangrijk, want anders respawn die gewoon ineens in je rug of zo. Ja, die die helikopters die respawnden wel. Ah. Nogal veel. Ik had echt de hele tijd 4 helikopters tegen mij. Ja, bij mij, er was wel veel volk, maar wel goed gestrijd. Nee, bij mij, die kwamen echt van 4 verschillende punten. Die ja, ik zie het. Ik zit zo nu bij die turret en ik zie allemaal kogelgaten in het dak steken. Ja. Hoe zou het zijn als ik nu zo in een gebouw crash? Ja, mission failed, the Avenger was destroyed. Yeah. Maar waarschijnlijk gaan we dan wel zo terug dit naar... Ja, laat het ons please voor één deel doen. Draai ik hier op bosses. Om dit door het geld met z'n 4 te doen en wij klaren dat hier even met z'n 2. Ja. Allee, het is van 2-4. Ja, maar ik moest wel... echt mijn best doen met die turret, zo, want soms staat het naar zo boven mij, soms onder mij, dus ik moest de hele tijd switchen. Ja, switch, boom, 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 switch, verkeerde kant, switch, boom, boom, boom. Ja, vooral die verkeerde kant was echt irritant. Ja, dan denk ik toch dat jij platinum gaat krijgen, want binnen die duikboot was het ook echt easy. Waarom gaat hij niet naar beneden? Oké, okay, hij gaat heel traag naar beneden. Elk heb ik echt een lelijk hoofd. Ik weet het. In de game, hè? En in de game, ja, ja, ook zo. Oh, wacht, mijn wieltjes uit, zo. Nu ja, anders hebben we een klein probleempje. En... check ons cool doen. Oh, blijkbaar bestaat die Avenger ook in het echt, hè? Ja, inderdaad. Dat is cool. Hey, Lester, sup. Control of all your systems. We can't even call out for help. Then you can do exactly what you have to. You have my authority. And we'll get paid? Paid? Yeah, call it a pension contribution. Of course, significant ones. All right, then get this clown out of here. For all I know, you're bugged all to high hell and you don't even know the bugs exist. Good luck. Ha, we don't need luck. I always wanted to say that between us. We are completely fucked. Arme Lester. Och, arme jongen. Allee, toch met een kleine jongen. Act 2, the Bogdan problem. Gold, kijk, platinum. Trofee gewonnen, potential de Bogdan earnings, problem. 950.000. Oké. Okay. 60%, 750. Complete under 15 minutes. Equal damage 5 or less 17. Nobody gets wasted. Dat is hey, cool. Dat hebben we wel gehaald. De elite challenge is incomplete, man. Hey, first time bonus. Oeh, 620.000. Ik 430, dan kan ik mijn rook veel upgraden, denk ik. Nice. Ik heb dan best wel geld eigenlijk. 620.000 is best veel. En ik heb gisteren ook echt nog 80.000 verdiend ofzo, denk ik. Dus. Oei, 700.000? Ja, ja. Sowieso gaat ons nu zien shotjes. Ja, ik gok shotjes. Ik gok shotjes. Op, ja, sowieso. Ja, sowieso. Sowieso een random bar shotjes. Kom aan, jong, laat nu. Ik wil kijken of we gelijk hebben. Nope. Oh. Ik zit te smoken. Ik ook.